Anna, je verlengt je contract tot uh, 2026, uh, proficiat, dat moet uh, deugd doen. Ja, dankjewel. Ik denk dat het altijd toch uh, een spannende periode is, maar ik ben nu wel gewoon blij dat ik uh, ja, bij de club blijf waar ik toch al heel even zit, waar ik me al heel veel heb kunnen ontwikkelen uh, en ik hoop dat de komende twee jaar uh, toch nog verder te doen. Ja. Ja, waarom, waarom wil je graag bij OA Leuven blijven? Ik denk uh, dat OA Leuven in het algemeen al veel stappen heeft gezet de laatste jaren uh, en ik ben heel blij dat ik daar de afgelopen zes jaar deel van heb mogen uitmaken. Um, ik zit natuurlijk nu ook nog uh, mijn kruisbandblessure. Um, en ja, ik voel me gewoon supergoed hier. Uh, ik voel me hier thuis, zoals ze zeggen. En uh, ik, ja, ik dacht dat dit, uh, in mijn ogen, is dit de ideale plek om, om hier nog na mijn blessure terug te komen. En om dan uh, ja, zeker een jaar, twee jaar uh, ja, alles te geven voor de club. Ja, je zei het al, sinds eind september zit je met een, een zware knieblessure. Uh, hoe is het nu met u? Met uh, mij gaat het heel goed nu op dit moment. Uh, ik zit op zes maanden en, uh, en een beetje ondertussen. Ik uh, ben volop aan het trainen, opwarming en passing met de groep uh, mee te doen. En daarnaast ook gewoon uh, mijn fysiek terug naar, naar, terug naar het niveau ervoor te brengen. Of zelfs beter. Uh, dat zou ideaal zijn. Uh, dus ik mag op dit moment niet klagen over mijn revalidatie. Wat, wat is je doel in die revalidatie? Heb je dit seizoen nog, nog mee te doen? Of is het echt al richting voorbereiding? <laughs> uh, ik krijg die, vaak vraag, uh, die vraag best vaak. Uh, ja, ik denk uh, dat het belangrijkste is dat ik gewoon kom wanneer ik er klaar voor ben. Uh, ik wil mezelf niet te veel druk opleggen van die dag of binnen die zoveel weken wil ik terug zijn. Uh, wat kan meepikken dit seizoen nog, pak ik graag mee. Maar uh, het, moet, uh, ja, het zou sowieso op, uh, op, ja, op de tijdslijn zou het vroeger dan verwacht zijn dan. Maar uh, ik sluit niks uit mee. Intussen ja. dus zitten we in de beslissende fase van het seizoen, hè. de playoffs. Hoe beleef jij dat dan nu? Uh, ja voor mij is dat heel frustrerend. Het is eigenlijk een heel seizoen al frustrerend om om je ploeg niet te kunnen helpen op op de manier dat je zo gewoon bent, um, Maar ja, ik ben, dat, allee, ik ben wel de grootste supporter. Um, dus ik probeer elke wedstrijd, allee, ik ben er elke wedstrijd bij. Uh, ik probeer hun gewoon naast het veld in de kleedkamer zo goed mogelijk gewoon ja te steunen en te entertainen zeg maar. Um, en ja, maar natuurlijk is het Staat je liever op het veld dan daarnaast? Zeker in, in zo'n belangrijke fase. De bekerfinale komt er ook aan. Uh, en dat doet natuurlijk wel allemaal pijn om dat te missen. Ja. En als, uh, als fan, hoe bekijk je de strijd? Want het is wel wat spannend. Uh, het is zeer spannend. Ik denk dat het 10 jaren niet meer zo spannend is geweest. In de zin van dat we met drie ploegen nu zijn. Uh, maar. Ja, ik, ik zou geen echte fan zijn als ik, uh, als ik uh, mijn eigen ploeg niet nie voordeel van twijfel geef. Zeg maar. Ik denk dat de, be, de meest belangrijke wedstrijden nog gespeeld zullen moeten worden. Tegen Anderlecht, tegen Standaard. Dat sluit natuurlijk niet uit dat de wedstrijden tegen Gent, tegen Brugge niet belangrijk zijn. Uiteraard niet, want daar moeten we ook van winnen. Um, maar de onderlinge duels die echt nog, ja, met, tussen de ploegen die echt nog meedoen voor de titel. Uh, die gaan volgens mij wel heel bepalend zijn. Ondanks uw uh, ja, jonge leeftijd nog ben je wel een van de. Ja, De figuur die er het langste bij is, ondertussen in de ploeg. Verandert dat voor jou ook een beetje de rol in de groep? Of hoe bekijk jij dat? Um, <laughs> mijn rol in de groep, ja. Ik, ik zit hier, denk ik wel, als samen met nog een paar anderen de langste. Ik heb, ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb het seizoen meegemaakt. Dat we, dat we laatste zonden. Ik heb de, de opbouw naar, naar waar we nu staan meegemaakt. Um, vorig jaar ook tweede. seizoen daarover ook tweede. Um, dus ja, ik denk dat ik hier wel. Ondertussen kind van het huis ben aan het worden. Maar uh, ja, ik, ik, mijn rol is gewoon: uh, ik denk dat ik redelijk extravert ben. Uh, ik probeer met iedereen goed overeen te komen, uh, met iedereen een babbeltje slaan en, uh, en plezier maken vooral. Ja. Wat zijn je doelen nog bij, OAL voor de komende jaren? <laughs> uh, ik denk dat we sowieso eerst naar dit seizoen moeten kijken. Uh, en dat begint nu met de playoffs. En ik denk dat we in een goede positie staan om kampioen te worden. Net zoals de twee andere ploegen. Maar ik denk dat als we, als we nu zien waar we staan, moet je die ambitie hebben. Dus ik denk dat we sowieso dit seizoen kampioen moeten willen worden, zeg maar. Uh, daarna spelen we ook de bekerfinale. Die moeten we, vind ik, ook halen. Uh, want ja, we staan nu toch in de finale. Het zou zonde zijn om, uh, om het nu te laten liggen. Um, en dan naar volgend seizoen, ja, ik hoop, uh, ik hoop uh, ja, eens de Champions League naar Leuven te brengen, zeg maar. Um, dat, zou, dat zou heel mooi zijn, maar ja, daarvoor moeten we natuurlijk eerst kampioen spelen. Uh, en ik denk dat we volgend jaar gewoon dezelfde ambities moeten hebben. En dat we spelen voor twee prijzen elk seizoen. En ik denk dat we, dat, ik, dat we elke keer al een goede ploeg hebben gehad. En dat we elke keer die ambities moeten durven uitspreken om daar uh, telkens 100% voor te gaan. Oké, okay, Veel succes ermee, bedankt. Dank je wel.